meest spectaculaire dingen om te zien op het Wereldmuziekconcours is iedere keer weer het optreden van het Bicycle Show Corps Crescendo. U hoort het goed, het Bicycle Show Corps. Een korps dat zich voortbeweegt op wielen. Jawel, fietsen. Goedemiddag. Goedemiddag. Een showkorps, maar geen gewoon showkorps, een showkorps op fietsen. Op de fiets, klopt helemaal. Jullie dachten, het is nog niet moeilijk genoeg om gewoon een show te verzinnen? Je moet wat anders, hè, in deze tijd. Ja, absoluut. Fantastisch dit. Jij hebt de basdrum. Ja, dat klopt. De basdrum en op de fiets, samen met andere slagwerk. Ja. En, goed, en natuurlijk alle blazers erbij. Ja, maar moet je dan... Ik kan me er helemaal niks bij voorstellen, maar waar moet je op letten? Waar moet je op letten? Nou, sowieso op je buren natuurlijk. Hè. Je moet toch in rijen fietsen. Dus je moet richten... je moet spelen, je moet sturen. Je hebt wel eens windvang door de wind. Ja. Ja, zeg het maar. Het is, dus je moet eigenlijk op heel veel factoren letten. Wat is belangrijker bij jullie? Letten op de muziek of letten op het fietsen? Nee, muzikaal is toch ook wel een heel belangrijke factor, alleen ja, het fietsen moet ook netjes gebeuren. Dus dat is, ik denk dat het best wel hetzelfde. Gaat het vaak fout? Nee, valt wel mee, het gaat wel eens mis. Ja. Het vliegt wel eens eentje over de kop. Het gebeurt wel eens, ja. Maar we hopen dat het zometeen niet gebeurt. Ja. Sturen, daar hebben jullie iets heel leuks op verzonnen. Dat kunnen we namelijk even bekijken bij de saxofonist die hier staat. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Je hebt een heel apart stuur. Ik heb zeker een apart stuur, ja, klopt. Want hoe werkt dit? Nou, normaliter kennen we het stuur wat je zo vasthoudt. Bij mij is het hoekje eraf omdat ik hier mijn sax heb. En dit gedeelte gaat door. En dat gaat omhoog en ik heb hier een beugel in die kan draaien. En dan kan ik mijn elleboog inleggen. Ja. En dan, ik zal het even demonstreren. Ja, demonstreer het even, wacht. En dan kan ik op dit moment zo spelen. Ja. En dan over dat gras rijden. Zwaar. Ja, toch? Ja, zwaar. Ik moet zeggen dat dit veld op zich, hier hebben we heel veel op getraind. Tenminste op dit soort velden. Kunstgras. En dat gaat goed. Maar op het moment dat wij in een grasveld fietsen met net wat te hoog gras, dan is het echt ploeteren. Ja. Maar oké, je weet wat je moet doen. Dus je fietst gewoon, je geeft alles op zo'n moment. En dat zal nu ook gewoon gaan gebeuren. Maar nooit bang dat je een keer tegen je voorganger crasht of... Jullie halen met toeren uit op die fiets. Ja, nou ja, weet je, natuurlijk is er wel angst, maar omdat je ook heel veel traint, probeer je die angst juist weg te doen. En op een gegeven moment speel je heel erg op elkaar in. Je moet op elkaar vertrouwen. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Heel veel succes, gaat helemaal goed komen. Doe even één rondje dat we een idee hebben hoe dat ongeveer uitziet. Ja. Dat is hem. We'll be right back.
Een van de leden van de Bicycle Showband Crescendo die zojuist hun oefening hebben afgerond is Fokko Tolsma. 1966, jazeker, 1966 deed hij voor de eerste keer mee aan het WMC. En dit jaar voor de tiende en laatste keer. Fokko Tolsma. Fokko. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, hoe ging het? Ja, fantastisch.
het publiek die was weer heel enthousiast. En dat maakte het ons zo enthousiast. En hoe voel jij je? Ja, eigenlijk vond ik het een beetje weemoedig dat ik nu voor de laatste keer hier deed. Ja. He, want ja, op 67-jarige leven kun je dit nog net volhouden. Maar ik zie over 4 jaar dat niet te doen. En we hebben een goede jeugd, dus die gaat me vervangen. Kijk, wij zijn eigenlijk van entertainer. Wij willen dat stadion op de banken hebben. Nou, het publiek wel. He? En, ja. En dat is gelukt. Ga je dit niet missen, Fokko? Ja, denk niet helemaal. Want met de maand zitten we weer in Belfast voor een hele week. Met Tattoo. En dan moeten we nog naar... Volgend jaar naar Bergen in Noorwegen. Ja. Dus dat gaat nog even door. Dus ik neem nog niet afscheid van de muziek. Maar gelukkig, dit is toch wel een fantastisch moment dat je eindigt na 10 keer kerkeraden, dat je hier mag eindigen met zo'n mooie groep. Allee, snel achter de collega's aan. Dankjewel.